Ik ben zelf vorig jaar geconfronteerd geweest met de diagnose borstkanker, waarna een amputatie volgde. En ik heb zelf mogen ervaren wat voor een positief effect een prothese heeft voor het zelfvertrouwen. En volgende maand zal ik geopereerd worden voor een borstreconstructie. En ik besefte dat ik borstprotheses ging liggen hebben waar ik eigenlijk niets meer mee was. En aangezien Christine op 7 februari naar Ecuador trekt voor haar werk als lector en onderzoeker aan de Hogeschool Gent, had ze het idee om borstprotheses in te zamelen en borstkankerpatiënten in Ecuador te helpen. Niet alleen met een boost aan zelfvertrouwen, maar ook op lichamelijk vlak. Ik veronderstel dat de meeste mensen ook daar gewoon hun BH opvullen met katoenen materialen bijvoorbeeld. Maar het lichaam vraagt om een evenwicht in de schouders met betrekking tot het gewicht dat ze dragen. En zo'n amputatie geeft automatisch een onevenwicht in de last op de schouders. Vandaar dat de siliconenprotheses, dat die echt ook zwaar zijn. Die hebben echt wel het gewicht van de originele borst. Christine zoekt niet zelfklevende borstprotheses in alle maten en gewichten. Zoals de definitieve prothese, maar ook de eerste, de postoperatieve protheses mogen ingeleverd worden. De zelfgehaakte mogen gegeven worden. Sportprotheses die geen nut meer hebben, alles is welkom. En dus ook de bijhorende BH's zijn altijd welkom. 7 februari vertrekt Christine naar Ecuador. Voor haar werk aan de hogeschool gaat ze wel 2 tot 3 keer per jaar naar daar. En ze hoopt dus van deze inzamelactie een vast project te kunnen maken. Je kan borstprotheses inleveren bij de Hoog Gent aan het onthaal van het B-gebouw aan de Valentijn-Vaarwijkweg 1 in Gent.